Renault Antwerpen. De auto's van stad. Een bevriende buur die de 35-jarige man al enkele dagen niet meer had gezien, verwittigde dinsdag de politie. Toen die met een slotenmaker de flat binnendrong, stoten ze op het lichaam van de man van Angolese origine die al lang in Antwerpen woont. Gisterenmiddag om 3:30 we zijn hier allemaal politie toegekomen, ook het gerecht, de onderzoeksrechter, in de mist van Trabo. Wat er eigenlijk toen al juist aan de hand was, dat wist ik niet. Maar ik heb vanmorgen gelezen in de krant dat er iemand is vermoord daar. En ik ken die kerel op het toeval. Dat is een hele vriendelijke, was een heel vriendelijke kerel. Wel jong, maar ja. Het slachtoffer werd brutaal vermoord. Hij werd de keel overgesneden met een mes en vermoedelijk ook met glasscherven. Hij heeft een vrouw en een zoontje die in Brussel wonen. Het parket sluit niet uit dat het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Ik denk het niet. Ik denk het eerder niet. Het is ook wel zo. Hij gaat wel in een ander milieu. Ja, is het daar misschien niet mee te maken? Dat kan men ook niet weten. Politie en justitie voeren onderzoek naar de identiteit van de verdachte. Voorlopig kon er nog niemand opgepakt worden. Voilà,